ga ik iets vertellen over al mijn brillen. Dat wil zeggen, ik heb er hier 20 meegenomen. Ik heb er thuis nog een paar. Ik ga ze jullie allemaal laten zien en ik ga er iets over vertellen. Ik ben vandaag op kantoor, zoals je ziet. Kijk. Nou, brillen. Ik heb eigenlijk het grootste deel van mijn leven helemaal geen bril gehad. Mijn zusje, die mocht op haar tweede al een bril. En zij vond het helemaal niet leuk, maar ik was heel jaloers. Want ik wilde ook ieder jaar naar de oogarts. En ik wilde ook een bril kunnen kiezen die bij me paste. Dat leek me echt een superleuk accessoire. Maar goed, ik heb heel lang moeten wachten, want ik had eigenlijk prima ogen. Totdat ik 23 was. Dus dat was in 2010. Toen merkte ik opeens dat ik, als ik 's avonds ging rijden, dat ik de verkeersborden niet meer zo goed kon lezen. En toen dacht ik, dat is wel vet onhandig. Dus toen heb ik mijn ogen laten opmeten. En ik heb een klein beetje cilindrische afwijking. Ik heb min 0,75 aan één kant en aan de andere kant heb ik niks. Dus ik heb niet een hele grote afwijking. Ik kan in principe ook zonder bril. Maar ik vind brillen echt awesome. En wat ik zo vet vind aan brillen is dat je met iedere bril eigenlijk een andere rol kan aannemen. En zeker met een beetje uitgesproken brillen, die ik heel vet vind, kun je gewoon je outfit echt compleet maken. En omdat het echt in je gezicht zit, hier zo, is het echt super bepalend voor hoe mensen je zien. Heb ik het ook nooit zo goed gesnapt dat mensen maar één bril hebben, behalve dat meerdere brillen duur kunnen zijn. Maar ik heb altijd zoveel mogelijk brillen willen hebben, zodat ik gewoon elke dag kan kijken hoe ik me voel en wat bij me past op dat moment. En eventueel welke rol ik wil aannemen en dan kan ik daar een bril bij uitzoeken. En de eerste twee brillen die ik kocht vind ik nu een beetje saai. Kijk, dit was de eerste. Best wel goedkope bril. En ik heb deze heel veel opgehad. Ook toen ik les gaf vooral. Ja, kijk maar, het is een beetje een grijs montuur. En niet zo heel opvallend. En dit was mijn tweede bril. Die is al iets groter. En een beetje bruinig. Ook deze vind ik inmiddels een beetje suf. Een jaar later heb ik twee iets minder saaie brillen gekocht. Nog steeds wel hele goedkope montuurtjes. Omdat ik niet zo heel erg rijk was. En al mijn geld aan kleding uitgaf. En brillen dus. Dit was een van mijn eerste schooljuffen brillen. Ik gaf ook les destijds. Dus het is niet zo heel gek. En deze heb ik nog steeds wel eens op. En deze draag ik ook nog steeds heel veel. Die vind ik echt heel erg leuk. Dit was eigenlijk een zonnebrillenmontuur. Toen ik hem ging uitkiezen, toen zei de mevrouw in de winkel, nee, dat moet je niet doen. Hij is veel te groot voor je hoofd. En ik wilde dat juist heel graag. Dus ik heb hem gewoon lekker toch gekozen. En ik draag hem nog steeds. Dus ik vind hem wel echt leuk. Vervolgens ontdekte ik dat je op internet en dan met name op Etsy kun je echt heel veel vette tweedehands monturen vinden. Er zijn gewoon een heleboel webshops, vooral in Amerika, die oude brillen opkopen. Gewoon deadstock. Nou, dit is de eerste bril die ik online kocht. Dus tweedehands. En daar heb ik nieuwe glazen in laten zetten op sterkte. En het is een montuur uit de jaren 80. En hij is heel erg roze en hij is heel erg groot. Ik vind hem echt super leuk, nog steeds. Het grootste nadeel aan deze bril is dat hij vrij snel vies wordt. Omdat hij zulke grote glazen heeft. Dus hij zit vooral hier altijd tegen mijn wenkbrauwen aan. En daardoor moet je hem eigenlijk de hele dag poetsen. Dus dat is wel een beetje irritant. Maar hij is wel heel erg leuk. Dit is een andere bril die ik van Etsy heb gekocht. Dit is een bril uit de jaren 50. Echt vlindermontuur. Oh, deze heb ik niet zo heel vaak op, want hij is best wel bijzonder. Maar als ik hem op heb, dan zorg ik er wel altijd voor dat hij bij mijn outfit past. En dat ik mijn haar keurig heb opgestoken. Dus niet zoals nu, helemaal rommelig. Want dan ziet hij er een beetje maf uit. En deze bril heeft een klein nadeel, namelijk dat hij vrij snel scheef zit. Dus je moet hem de hele tijd controleren. Want als hij scheef zit, dan zie je het ook meteen en dan ziet het er echt heel knullig uit. Ja, dat dus. Alright, toen heb ik een keer geïnvesteerd, dat is nu inmiddels 3 jaar geleden, in twee hele mooie, hele dure brillen. Dit model van Jean Lafont en dat is een model uit de jaren 80. Deadstock heb ik gekocht bij Hall of Frame in Utrecht. En je ziet, hij is een beetje roze, parelmoer. Ik vind dit echt een fantastische bril, omdat hij best wel een goede kleur heeft en niet heel opvallend is, maar wel heel erg gaaf. Nou ja, waarom ik hem nu niet zo vaak draag is omdat één pootje verbogen is.
En ik weet niet hoe het komt. Ik denk dat ik hem gewoon een keer in mijn tas heb gedaan. En ik wil hem wel laten repareren. Maar ik weet uit de ervaring dat omdat het materiaal vrij oud is, dat hij heel breekbaar is. Ik ben heel bang dat ze gaan zeggen van nee, we kunnen hem niet meer repareren. En dat zou ik echt heel erg vinden. En de andere die ik toen tegelijk heb gekocht, dat is deze van Framers. Die vind ik heel cool, omdat ik altijd al een echte super ronde bril heb willen hebben. Deze is mooi donkerbruin, dus die past eigenlijk bij heel veel outfits. Ja, ik vind hem gewoon wel te gek eigenlijk. Goed, de volgende bril is een hele bijzondere, want die is van mijn oma geweest. Ik was een keer bij mijn oma en die was al haar brillen aan het opruimen. Zei ik van, goh, mag ik eens kijken in je laadje met brillen? En dat mocht. En deze, ik heb er toen een stuk of 5 meegenomen die ze weg wilde gooien. Allemaal uit de jaren 50 en 60. Want die had ze allemaal bewaard. Heel vet. En deze heb ik toen meegenomen en die zit heel lekker. En ik vind hem echt fantastisch. Je kunt een beetje zien wat voor mooie details die heeft. Het is een bril uit de jaren 60. Nou ja, ik vind hem echt helemaal te gek. Hij is natuurlijk wel heel groot en heel opvallend. En ik krijg er heel veel commentaar op. Positief en negatief. Ik had deze bril onder andere op toen ik voor het eerst bij De Wereld Draait Door zat. Ze werkte jarenlang als lerares Nederlands, maar dan dit jaar ontslag om fulltime als muziek. Nou, dat heb ik geweten ook, want op Twitter kreeg ik alleen maar tweets waarin stond van hey, brillo, dit en dat. Maar ja, I don't really give a shit. Dus. Tegelijk, trouwens, toen ik bij mijn oma was die keer, heb ik ook een andere bril meegenomen. Dat vond ik heel interessant. Er was 1 brillenhoesje en er stond op opa computerbril. Sowieso grappig dat mijn opa zichzelf opa noemde. En het is een bril met echt bizar dikke glazen. Maar had mijn opa dus inderdaad niet zulke hele goede ogen. Deze bril is echt wel heavy shit. Nou, eerder dit jaar ben ik een samenwerking aangegaan met Paulette. Dat is een brillenmerk. Die werken met vrij goedkope monturen en glazen en je kan ze online bestellen. Ik heb bij hun een aantal brillen besteld inmiddels. De eerste die ik bestelde vind ik grappig genoeg ook de minst leuke. Dat is deze. En ik vind het montuur, dus de vorm, echt te gek. Alleen het materiaal, het goud, is een beetje shiny. En dat maakt het er een beetje blikkerig uitziet of zo. Dus deze draag ik niet zo heel vaak. Maar de bril die ik, de 2 brillen eigenlijk die ik daarna bestelde, die heb ik wel echt super vaak op. Die vind ik echt heel fijn. Super groot. Lekker lomp. Echt iets voor mij. En deze heb ik ook op mijn nieuwe persfoto's heb ik deze gebruikt. En de nieuwste, die heb ik nog niet zo lang. En die is eigenlijk ook best wel subtiel. En ik ben er echt super blij mee. Dat is deze. En hij is doorzichtig blauw. Een beetje de kleur van mijn ogen. En ook nog steeds best wel groot, maar niet te groot. Dus hij is best wel subtiel, vind ik. Die heb ik de laatste maanden echt ontzettend veel op. Nou, dan heb ik natuurlijk ook nog een hele berg zonnebrillen. Want zonnebrillen zijn ook echt gek. Nou ja, ik heb dus eerst heel lang een heleboel zonnebrillen verzameld. Die niet op sterkte waren. Simpelweg omdat ik gewoon geen geld had om overal glazen op sterkte in te laten zetten. En ik vond het heel leuk om gewoon random zonnebrillen te kunnen kopen. Dit is een van mijn pareltjes. Die is echt heel groot. En die heb ik gevonden op een rommelmarkt in Belgrado, in Servië, in 2006. Dus alweer 10 jaar geleden. Deze heb ik opgehad op de eerste persfoto's van Mr. Blue Sky. En ja, deze blijft wel echt een van mijn favorieten. Vooral omdat hij zo enorm groot is en omdat ik hem van zo'n bijzondere plek heb meegenomen. Inmiddels heb ik van Paulette ook 3 zonnebrillen gekregen op sterkte. En daar ben ik echt heel blij mee. Want vooral in de auto vind ik het heel relaxed dat ik gewoon wel goed kan zien. En ook een zonnebril heb. Deze. Dit is mijn hippiebril, zo noem ik hem zelf. Ik vind hem echt heel cool. En hij is vooral heel vet met los haar en met een lange jurk. Deze is mat roze en echt enorm. Hij zit heel lekker. Hij heeft een heel fijne kleur, vind ik. En hij ziet er gewoon heel vet uit. En de allerlaatste bril van vandaag is mijn nieuwste zonnebril. Ook van Paulette. Dat is deze. En ik vind vooral
die hoekjes echt heel erg cool. Ik wilde hem eigenlijk met mooie spiegelende glazen, maar die hebben ze nog niet op sterkte, dus daar wacht ik nog even op. Maar zo is die ook echt wel heel vet. Nou, dat waren al mijn brillen. Ik hoop dat jullie er één of twee tussen vonden zitten die enigszins acceptabel zijn. Maar goed, eigenlijk maakt het me ook niet zoveel uit, want ik val gewoon op hele rare, hele grote brillen en bijzondere monturen. En ik vind zelf dat ze allemaal even episch zijn. En waarschijnlijk zal mijn collectie de komende jaren nog wel flink aangevuld worden. Dus dan zal ik DZT nog wel een vlogje erover maken. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende vlog. En vergeet niet te subscriben, kids. Tot de volgende. Doei.